Ik ben onderweg naar Oranje Woud, waar ik gewoon mijn bosstrainingsrondje ga lopen van 10 à 11 kilometer. En dan lus ik er nog wat aan vast. En dan gaan we paadjes in, laantjes uit en dan zien we wat maar uitkomen. We zijn bijna in Oranje Woud. Ga ik nog een klein stukje lopen. Dan ga ik wat loopscholing doen. En dan gaan we onze route vervolgen. Waar die mij ook mag brengen.
heb net wat loopscholing gedaan. Ik ben begonnen met mijn loopje nou. Ik zal onderweg wat leuke plaatjes proberen te schieten. En zo neem ik jullie mee op mijn loopronde van deze zondag. Door Oranjewoud en omstreken. Hey, hallo collega lopers. Goed bezig jongens? Ja. Nou, het is altijd leuk om te zien. Het zijn collega hardlopers waar we altijd mee trainen. Al een poosje niet gezien. En nu spot je ze zo even in het bos uit hemzelf, even lekker bezig. Ik zeg super. We zijn nu bijna aan het einde van het rondje bostraining. En daarna ga ik gewoon wat paden in. En dan zien we wel waar het mij brengt uiteindelijk thuis. Maar gewoon om wat extra kilometers te lopen. Het gaat verder super. Dus we gaan nog een stukje verder.
even wat energie toevoegen voor mijn volgende stukje. In dit geval een beefyworstje. Want ik loop niet op koolhydraten, maar op vetten. Dus mijn energiebron moet ook aangevuld worden. In dit geval een lekkere vetworstje. En weer door. Gewoon simpelweg stukjes asfalt gummen, lekker lopen, genieten, we gaan weer richting huis. Zo, nou, nog een paar kilometer, ik denk 2 à 3, zijn we thuis. We lopen over een lekker schelppaadje langs het water, lekkere bries. Nou, nog een klein stukje. We komen op 27 kilometer uit. Perfect gegaan. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van het filmpje. En mocht je het waarderen, laat dan een duim achter. Heb je vragen, laat het weten. Als ik het weet, kan ik ze beantwoorden. En anders zijn er altijd nog mensen om mij heen die nog meer antwoorden hebben. Ik loop het laatste stukje even af. Zo, we zijn weer thuis, 27,5 kilometer, ging super, ik zeg tot de volgende keer.